Tim den Besten trillend in op 1. Doe iets uitroepteken punt. Programmamaker Tim den Besten zat gisteren letterlijk te trillen van woede in talkshow op 1 toen hij aanhoorde hoe aspirant CDA-lijsttrekker Mona Keizer haar Zwarte Pieten standpunt uitlegde. Ik zit me gewoon helemaal op te vreten. Op 1 is misschien nog geen talkshow die je direct associeert met zeer pittige interviews, verhitte discussies of ergernissen, op deze uitzondering na. Maar gisteren was het wel raak. VPRO-ster Tim den Besten mengde zich vanaf de zijkant in de discussie rondom Zwarte Piet. Op een gegeven moment liet hij zelfs demonstratief zijn handen zien. Die trilden van woede. Het begon toen Mona opperde dat dorpen en steden zelf moeten weten wat ze met Zwarte Piet doen. In het dorp waar ik vandaan kom, Volendam, Red, is dat een Zwarte Piet. Presentator Sander Schimmelpenning. Ik zie Tim hier op rechts helemaal wegtrekken. Wat is er aan de hand? Volgens Tim draait Mona om de hete brei heen. Ik vind het jammer dat u uiteindelijk niet echt iets zegt, begint hij. De laatste tijd zijn er zoveel witte mensen die zeggen dat het wel meevalt en daar is dat probleem. U bent een van de leiders van dit land, het is een heel belangrijke tijd. Doe iets. Volgens Tim ontwijkt Mona de discussie omdat ze geen kiezers zou willen verliezen. En doe niet zo. U gaat er een beetje langs, u wil geen kiezers verliezen. Echt jammer. Ik zit me gewoon helemaal op te vreten. Wanneer Mona oppert dat ze bijvoorbeeld racisme rondom sollicitaties wil aanpakken, reageert Tim weer met, er is zoveel meer aan de hand. Ik zit me nu op te vreten en ik zou het van u willen zien, want u bent een volksvertegenwoordiger en ik zit helemaal te trillen omdat ik u hoor praten. De spanning in de studio loopt aardig op. Mona, maar wat wil je zien dan van me? Zeg wat je van me wil zien. Punt. Ik wil het gevoel krijgen dat u weet wat er speelt zonder dat u bang bent kiezers te verliezen, slaat Tim weer terug. Dat weet ik toch? Zegt Mona verbaasd. Nou, één ding is duidelijk, deze twee gaan er nooit uitkomen. Ja, maar Tim, het kan natuurlijk zo zijn dat ze er echt zo over denkt, probeert Sander. Maar daar wil Tim dan weer niets van weten. Dat kan ik me niet voorstellen. Een deel van het fragment kun je hieronder zien. Op 1. Onlangs noemde Mona Keizer het racisme-debat een randstedelijke discussie. Bij Op 1 reageert ze, ik vind dat iedereen in hun eigen dorp en stad moet bepalen hoe ze ermee om willen gaan. Je kunt niet vanuit Den Haag besluiten hoe het in de rest van het land moet gaan. Apostrof,